Oh, dat is toch waar? Ja. Dat betekent dat je eigenlijk door in actie te komen de problemen moet trachten op te lossen. Wel, het gaat om onze steden en gemeenten en daar willen wij de toekomst, 6 jaar, de volgende legislatuur eigenlijk de koers uitzetten voor onze gemeente. En dan zijn we bezig met de zaken die dagelijks in de mensen, in de bewoners hun leven een rol spelen. Zoals, is er genoeg kinderopvang? Moeten we niet kamperen aan de scholen? Als onze ouders ouder zijn en hulpbehoevend, is er genoeg hulp dat kan geboden worden in de gemeente? En als ze later naar een rust- en verzorgingstehuis kunnen gaan, is dat dan in hun eigen omgeving met mensen die ze kennen? En is de kwaliteit van de zorg daar goed? Ik ben lijsttrekker in mijn gemeente en ik ben lijstduwer op de provincie. Maar wat belangrijk is, dat ik in de gemeente een heel sterke groep van mensen heb super gemotiveerd om de toekomst van onze gemeente mee te bepalen. Mensen die aanvullend zijn, die elk hun eigen belangstelling hebben. Sommigen voor sport, anderen cultuur, anderen in de zorg. Maar alles bijeen denk ik dat we een heel mooi programma kunnen bijeenkrijgen.